geheimzinnige weetjes uit de wondere wereld van de wetenschap. Ja, leuk. Met Jim Jansen. Kijk eens even, kosten nog moeite gespaard. Hij zit gewoon in de studio. Jim Jansen, goedemorgen. Oh, het is heerlijk vroeg, hè? Half uurtje eerder. Het is vreselijk. Half uurtje eerder? Ja, half uurtje eerder dan normaal. Je moet, ja. Maar ja, normaal moet je natuurlijk ook, word je gewoon lekker wakker in je eigen huis en hoef je niet zo ongelooflijk vroeg aan te schuiven. Af en toe vind ik het gewoon gezellig om hier bij jullie drieën langs te komen, te luisteren. Snap ik. Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist. Jij brengt ons één keer per twee weken even op de hoogte van de zaken die spelen in de wereld van de wetenschap. Zeker. Wij gaan zo meteen beginnen, Bas en ik, aan onze 12-weken-challenge. Ik heb er onwijs veel zin in. Wij gaan sporten, we gaan ook gezond eten, we gaan dat vooral letten op voeding. Ja. En jij wil het ook hebben over voeding vandaag. Ja, over veganisme. Want ik dacht, ik wist dat jullie bezig waren met gezonde voeding. En veganisme, ja, dat is toch een redelijke trend. En voor jullie is het denk ik ook belangrijk om niet te veel vlees te eten. Niet te veel vet. Zeker, maar er is natuurlijk een verschil tussen vegetariërs en veganisten. Ja, laat ik zeggen, de vegetariërs die eten gewoon geen vlees. Of ik zeg gewoon, dat doe ik al een jaar of 10, 15 niet. En je ziet hoe gezond ik eruit zie. Zeker. Maar die veganisten, ja, gewoon geen dierlijke producten. Eieren, we hebben net paas gehad. Kaas, melk. Maar eigenlijk ook, is dat ook niet zo heel ingewikkeld. Je moet een beetje creatief zijn. Je moet iemand hebben die goed kan koken of zelf goed kan koken. En dan, ik heb net een vrij uitgebreide paasbrunch gisteren achter de rug. En dat was fantastisch. Ja, omdat je niet hoeft na te denken over waar zit het dierlijke product in. Ik zou er knettergek van worden, joh. Dat lijkt me ook heel lastig. Maar waarom? Want volgens mij in principe alles is vervangbaar. En dat is, voor mij gaat het vooral over creativiteit. En Je moet ook wel over nadenken. Ik heb gisteren voor het eerst veganistisch ijs gegeten. Hoe vond je dat? Ja, wel prima. Dit is dan op basis van amandelmelk, is het dan? Amandelmelk, sojamelk. Ik vond het wel prima, maar ik lijkt me dus heel vermoeiend. Ik vind het heel goed als je het kunt. Het is natuurlijk beter voor de wereld als je een beetje gaat nadenken over wat er allemaal wel en niet gebruikt wordt in je producten. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je een rondje supermarkt maakt, ga er maar aan staan. Nou ja, volgens mij moet je vooral bij de groenteafdeling en bij de fruitafdeling kijken. Ja. Een beetje noten, een beetje zaden. Maar het gaat inderdaad, want het gaat over de wetenschap, het gaat hem wel over die ecologische voetafdruk, hè, van die planeet waar we met z'n allen op leven. Ja. Nou, het ziet er prachtig uit. En bepaalde dingen kunnen niet meer. Je kan niet meer biefstuk voor €2 per kilo. Ik ben niet zo'n vleeseter. Lamsvlees, I don't know. Als je biefstuk hebt voor €2 per kilo, dan zou ik me gaan afvragen wat voor biefstuk je aan het eten bent. Ja, ik eet het al langer niet. Nee, dat is niet goed, Jim. Daarom, weet je, en we moeten wel wat. En een trend die je wel ziet, is dat gewoon steeds meer mensen flexitariër worden, vegetariër worden, veganist worden. Bijvoorbeeld Amerika. Babas, heb jij daar een idee van? Hoeveel mensen in Amerika, ik denk van, zijn veganistisch? Jeetje, 10%. Nee, dat is veel te veel. Dat is veel te veel. 5%. 5%. Nou, dat vind ik best wel pittig. Want ik denk bij Amerika heel vaak aan Donald Trump. Precies. Met zijn voedingspatronen, met zijn andere McDonald's. Maar toch, 16 miljoen Amerikanen, die zijn veganistisch. Nou, hoe is dit een wetenschappelijk vraagstuk? Nou ja, kijk eens, we moeten naar alternatieven zoeken om die planeet een beetje te redden, om het een beetje leefbaar te houden. Dus dat is toch minder vlees eten, dat is toch ook bijvoorbeeld minder vliegen. Maar de wetenschap kijkt vooral naar de alternatieven. Kijk naar de universiteit in Wageningen, weet je. Die zijn echt heel erg op zoek naar van alternatieven kan je niet dingen vervangen die wel lekker zijn, die gezond zijn, maar die ook goed voor de planeet zijn. Wat zou je mij aanraden als vegetariër? Nou ja, kijk eens, je kan een stukje vis eten. Maar je eet wel vis? Ik eet nog af en toe vis, maar je kan een stukje vis eten. Maar je kan ook bijvoorbeeld, laat je voor je omega 3, kan je een stukje zalm eten, 40 gram. Maar je kan ook 18 walnoten eten. Je kan een plakje cheddar op je kaas, op je brood eten. Maar je kan ook, dat is iets meer, een halve kilo, Domien, een halve kilo boerenkool tot je nemen. Ja. Heb je genoeg calcium? Maar lieve Jim, als je de keuze hebt tussen een goed stuk cheddar of een beetje boerenkool, dan weet ik het wel. Bij mij is de keuze al vrij snel gemaakt voor cheddar. Maar ik ga hierop proberen te letten. Zo meteen na half acht gaan we beginnen met JJ Boske met deze 12-weken-challenge. En dan zal ik proberen om een klein beetje op mijn voedingspatroon te gaan. Gaat het lukken? Ja, natuurlijk gaat het lukken. Bas ook? Ja. Heel hard ja roepen, Jim. Dat is een beetje de methode. Hey, dan wat anders. Jij wil ook iets vertellen over emoties, kleuren en gezichten. Ik kom hier zo binnen. Ik zie allemaal vrolijke mensen. Tuurlijk. Dat zie ik aan jullie gezichtsuitdrukking. Dat hoor ik aan jullie stem. Ja. Maar Amerikaanse wetenschappers die hebben nu ook ontdekt dat je de kleur van je huid zegt iets over jouw emotie.
Dus laat zeggen, onder je huid zitten allemaal hele kleine bloedvaatjes. Ja. En laat zeggen, als je boos bent, dan verandert de kleur. Bijvoorbeeld als je blij bent, als je jaloers bent, verandert die als je bang bent. En je hebt een onderzoek gedaan met 180 proefpersonen. En wat blijkt nou? Blije mensen, welke kleuren hebben die? Ik denk geel, gelig. Rood. Ja, ik denk ook rood. Ja, blije hebben rode wangen, maar bij de kin wordt het wat blauwig. Hm? Maar je kunt er niet opeens een blauwe gezicht krijgen. Er kunnen maar twee kleuren in je gezicht zijn, rood en een beetje witter. Nee, het is onderzoek. Laat zeggen, ze hebben de kleuren gemeten en die hebben ze op een non-emotioneel gezicht gelegd. En die hebben ze doorgemeten en laat zeggen, je kan aan de kleur van je huid meten, zien, bepalen welke stemming je bent, wat voor emoties je toont. Maar dat kan ik je ook gewoon zeggen, toch? Nou, wat kunnen we daarmee met deze ontdekking? Het grappige is, mensen kunnen dat dus zien, maar ze hebben nu ook een algoritme ontwikkeld die dus aan de hand van foto's en de kleur van de huid van mensen kunnen zien van, jij bent vrolijk en jij bent, laat zeggen, chagrijnig. Dus je zou uiteindelijk kunnen dat jij bijvoorbeeld je Spotify-lijst aanzet en het algoritme ziet aan de hand van jouw foto's in wat voor stemming je bent. Vrolijk, ja. Verdrietig, ja. Zagrijder. En die, oh, sorry. En die past de muziek dus aan op jouw stemming. Dus je hoeft helemaal niet meer te zeggen, ik ben vrolijk, ik ben verdrietig. Nee, laat zeggen, Spotify ziet wat voor stemming jij bent. En uiteindelijk, jij staat op, jij doet je koptelefoon op en je krijgt de muziek. Maar Jim, we gaan natuurlijk gewoon naar een wereld toe waarbij er constant camera's op ons gericht staan. Waar ben je dag toe? Nee, ja, vind je dat fijn? Vind je dat wetenschappelijk fijn? Want je bent hier wel heel blij mee dat dit nu onderzocht is. Ik vind het juist mooi. Het is juist die fascinatie, die waanzinnige weetjes, dat fascineert me. Van, laat zeggen, je hoeft er bijna zelf niet meer over na te denken. Jij doet je koptelefoon op en daarna Spotify weet meteen, oh ja, Domien, het is deze dag, ik heb die foto's gezien en hij is in die stemming. Ja, precies. Je kunt ook gewoon de radio aanhouden. Ik ga ervoor zorgen dat er een perfecte balans is van muzikale vermaak. En nu de vrolijke plaat. Ik ga alles behalve iets vrolijks draaien. Mag ik jou bedanken voor deze... Succes jullie allebei. Ja, dankjewel. Ik ga het wel volgen. Als ik tips nodig heb, dan kan ik je gewoon even twitteren. Via Twitter. Wij doen altijd via Twitter. Jim Jansen, hoofdredacteur van de New Scientist. Dankjewel, tot over 2 weken.